Zo, ons wijnconcours van dit jaar met heerlijke, mooie, veel mooie wijnen ingezonden waar we flink op moesten puzzelen om daar een mooie eindselectie van te maken. Van de leukste en de mooiste en de beste wijnen die we konden vinden. Waarbij we op 101 mooie favorieten zijn uitgekomen. Ja, 101, net weer eentje meer dan de 100 die we Ja. altijd voor ogen hebben. Maar wel echt mooie winnaars en bijzondere wijnen. Waarbij we hier de categorie rood tussen de 15 en €20 hebben staan. De 1 tot en met 3. Drie wijnen waarvan twee uit Spanje Ja, overigens. Wat Spanje toch in deze prijskategorie leuk scoort. Is niet eens zo verrassend misschien. Dus, nee, nee. en één Chileense wijn. Ja. Oltreia. Van Raúl Pérez, hè? Ja. Een fantastische wijnmaker, dat Ja, moet gezegd ja, worden. ja. Vooral beroemd geworden met Bierzo natuurlijk. Beetje een excentrieke persoonlijkheid, Ja, maar kleine wel. man met een grote baard. En, Ja, heel het is wel bijzonder. knap, hè? Mencia is hier natuurlijk de belangrijke druif. Er zit wat Alicante Bouschette in, die daar Garnacha Tintorera heet. En er zit ook nog wat Bastardo in. Dit is de cuvée Saint-Jacques, Ultraya Saint-Jacques. Hij maakt daar meerdere, dus dat is wel Ja, je hebt ook belangrijk. daar die Camino de Saint-Jacques. Hè? Dus Ja, precies. die Daar is hij naar Belgische route vernoemd. loopt door het Ja. dorp. Als je dus in het dorp daar zit in Ja. Bierzo, dan zie je die hordes toeristen met Ja, die enorm. rugzakjes en die Ja. hostels. Die Ja. zie je daar de hele tijd langs trekken. Waarvan je dus ook meteen denkt van, daar wil ik nooit bij horen. Nee, Maar nee, de nee. naam die is daar Ja, daar komt relateert hij daar van. mooi aan. En Ja. dat is echt het gebied van de pelgrimstocht naar Santiago. Ja. Ja. Dus de derde plek voor Ultraya Saint-Jacques. Geïmporteerd en verkocht natuurlijk door Les Généreux. 1675 is de prijs. De tweede plek is voor de Cromas van Los Vascos. Een bedrijf waar ik toevallig net ben geweest. Overigens, nadat we deze fles hadden we eerder al de tweede plek Zeker. gegeven. Ik mocht niet zeggen dat ik door Aurelio Montes daar per helikopter gebracht ben. Maar dat De gaf wel. grootste entree maakte Ja, ik hij. maakte de grootste entree daar. Maar dan kon je ook wel zien dat het een heel bijzonder en enorm domein is met meer dan 3000 hectare grond. Prachtige wijngaarden, zo tegen de heuvels aan ligt het. En wat me ook opviel daar, ze doen ook tegenwoordig biologisch boeren. Zoveel vogels, wat je hier in Nederland zie je eigenlijk bijna geen vogels meer. Dat is de realiteit van nu en daar is barsten het van de vogels. En dat is toch mooi om te zien, moet ik zeggen. Ander opvallend iets bij Los Vascos is dat de etiketten zijn totaal veranderd en de namen zijn ook veranderd. Deze Cromas was vroeger de Gran Reserva. Een beetje een saai etiket. Alle Ja. etiketten hebben nu een kleur gekregen en het is allemaal een beetje meer schwung gegeven. En ik liet me vertellen dat het dan barones Saskia is die dat van haar Oké. vader Enrique heeft overgenomen tegenwoordig, de barones. Ja, Die maar dat moet je eventjes, nog even vertellen, denk ik, hè? ja, Het die is even de onderdeel stoffen. van. Die, het is van de Rothschild, inderdaad. Je Ja. hebt gelijk. Het is, de eigenaren zijn de Rothschilds van Lafite. Ja, en ze haalt een beetje de bezem door het Ja. bedrijf. Maar ze vonden op een heel positieve manier. Ja, Dus, en knappe Carmenère. Het is Carmenère, ja, dat wil nog wel eens een beetje groenig zijn, maar het is hier heel mooi gecontroleerd Ja, allemaal. maar het is een mooie plek daar. Het is natuurlijk net wat koelte van de Stille Oceaan, van de Pacific. En warm genoeg om die Carmenère Ja. mooi te laten rijpen. Dus Ja. dan heerlijke wijn. De Van de Monnik. Ja. monnikdranken. 15 tot 20 15 euro. tot 20 euro. Prijskategorie 7. Dus Mooie 6, prijs. Ja. 7. Ja, heerlijk. Ja. En dan de winnaar, Viñedos de la Provincia van Prieto Pariente. Dat is gelieerd aan de bekende Rueda-producent. En ze werken met allerlei, dit is de 2020, ze maken meerdere cuvées. Maar ze werken allemaal met oude wijngaarden. Eigenlijk een beetje in het gebied zo, Rueda, Cigales, Westelijk, Ribera del Duero. Ze hebben ook wijngaarden in de Sierra de Gredos, voor Garnacha natuurlijk een beetje een hotspot. En Tempranillo en Garnacha, deze wijn. Ja, prachtig, prachtig opgevoerd in barriques, maar Ja, niet dat is allemaal nieuw heerlijk. hout. Ja, prachtig wijn. Ja. Ja, schitterend fruit, het heeft vulling, het heeft genoeg frisheid. Ook weer door de hoogte Mooi. waarschijnlijk, van Ja. de wijngaarden en de nachtelijke afkoeling. Vinites is de Heerlijk. importeur. Ja, Ja, Vinites is perfecte de wijn. importeur. Heerlijke wijn voor deze Prijskategorie prijs. 7. Ja, Gefeliciteerd. gefeliciteerd.